Het zou natuurlijk mooi zijn als iedereen zich achter alle plannen schaart. Dat is niet zo. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het nog nooit zo is geweest. Dat iets wat met de luchthavenontwikkeling te maken heeft, dat dat bij iedereen instemming krijgt. Dat is niet zo. Dat zal ook nooit gebeuren, denk ik. Dus dat was in 2010 niet, toen het eerste deel van het advies uitkwam. Dat is nu weer niet zo. Gelukkig zijn er een hele hoop partijen die wel voor het advies en de inhoud ervan zijn. En dat houdt. Ik denk dat het uiteindelijk een heel mooi gebalanceerd advies is geworden, waar iedereen trots op kan zijn. Nu zeggen de critici aan tafel, geen vlucht op zondagochtend voor achter en door de week zo min mogelijk vluchten na 11, 3, hooguit 4. Wat zou dat betekenen voor de aantrekkelijkheid van Eindhoven Airport voor de maatschappijen die hier vliegen? Nou, met name voor de luchtvaartmaatschappijen die hier een thuisbasis hebben, die komen direct in de knel. Dus de aantrekkelijkheid van de Eindhoven Airport naar die luchtvaartmaatschappijen zal direct wegvallen. Dan krijgen ze hun schema's niet dicht naar de bestemmingen? Dan krijgen ze gewoon hun schema's niet dicht. We hebben goed gekeken naar de winstgevendheid van de thuisbasis met een kortere openstellingstijd dan die nu in het advies is opgenomen. En dat wordt een verlieslatende operaties. En niemand, ook de omwonenden niet, denk ik, zijn gebaat bij een luchtvaartmaatschappij die hier niet zijn normale rendementen kan dragen. Dus dat moeten we, denk ik, met z'n allen niet willen. Van 28.000 vluchten nu naar 43.000 in 2020, over 5 jaar. Het is wel een behoorlijk aantal. Dat is de rol die Eindhoven Airport in 2010 al heeft gekregen in de nationale discussie over luchthavencapaciteit. Schiphol pakt zijn deel, Lelystad in de toekomst pakt zijn deel en Eindhoven Airport heeft daar zijn deel in gekregen. En ja, die 25.000 die staat nog steeds en ik hoop dat we daar in 2020 op zullen zitten. Linksom of rechtsom, de omgeving gaat meer last ondervinden. Dat is zo en dat is bij een luchthaven kan dat ook eigenlijk niet anders. Meer vliegbewegingen betekent, hoe goed je het ook probeert te doen, betekent altijd meer overlast. Dat zou in dit geval niet anders zijn. Maar daarbij komt natuurlijk wel dat ook de positieve kanten als werkgelegenheid en de trots, het vestigingsklimaat, wat deze regio ook heeft als gevolg van Eindhoven Airport, dat krijg je er ook bij. Dus het heeft een paar negatieve kanten, maar gelukkig ook heel veel positieve kanten.